Welkom bij First Class. Vandaag maak ik voor jullie Crab Panna Montana. Dit is een klassieker van bij de Jonkman. Wat hebben we nodig? Krabsoep, krabvlees, courgette, opgeklopte room, look, lamsoor, koffieolie, tuinkruiden, citroen, olijfolie. We gaan eerst beginnen met het krabvlees. Crab tartare, hoe we dat gedaan hebben, dat kunt u vinden op onze website firstslice.tv. We gaan de krab gaan kruiden met peper, wat zout erop, olijfolie. Dat gaan we mooi gaan mengen. Nu nemen we ons bord, pakken we uitsteker, een steker op bord, daar gaan we onze krab tartare in. Nu nemen we onze lamsoortjes. Lamsoor, dat is eigenlijk een zeldzame groente die eigenlijk groeit aan de kust in de duinen. En ik vind dat eigenlijk een super lekkere groente. Wat gaan we doen? We gaan eerst de lamsoortjes gewoon even spoelen in water, zodanig dat al het zand eraf is. Dan gaan we die kort opbakken met een klein beetje look en peper. We snijden de look mooi midden door en we gaan hem mooi fijn gaan hakken. Nu een beetje maïsolie. En we gaan de look mooi gaan aanbakken. Lamsoortjes die gaan we erbij doen. Die kruiden we met peper en die gaan we heel kort gaan opbakken. Nu leggen we de lamsoortjes mooi op de krab. We nemen een pot. We hebben hier onze krabsoep. Krabsoep die hebben we ook al gemaakt in een vorige aflevering. Die gaan we mooi gaan opwarmen. Dan nemen we de courgette. We snijden de courgette mooi in gelijke stukken. En we gaan mooie sliertjes snijden van de courgette. De sliertjes courgette die gaan we afkruiden met peper, zeezout, citroensap en wat olijfolie. En nu gaan we dat lichtjes lekker laten marineren. De courgette die hebben we 5 minuutjes laten marineren. Die draaien we op in een nestje en die leggen we op onze lamsoortjes. Nu nemen we wat tuinkruiden. We hebben hier bietblad met takjes basiliek. Hier hebben we wat opgeklopte room. Nu gaan we een mooi kennelijke opgeklopte room. Hier hebben we koffieolie. Koffieolie dat is een basis dat ik heel veel gebruik in mijn keuken. Dat doen we er mooi rond. Onze krabsoep die gaan we opmixen. Dan gaan we krabsoep doen op ons bord. Crab Panna Montana is een Italiaanse koffiebereiding. Maar ik heb de koffie vervangen door krabsoep. Gecombineerd met koffieolie. First class, zeker lekker, smakelijk en tot de volgende keer.